In Ekeren begint stand-up comedian Steven Hoogebuur aan een bijzondere avond. Het is de eerste try-out van zijn nieuwe voorstelling. De Man van de Wereld is eigenlijk een voorstelling waarin ik op het punt sta om op reis te vertrekken met mijn vrouw en met mijn kinderen. Maar er gaat van alles gebeuren voordat we op reis kunnen vertrekken. Of we vertrekken, dat is zelfs de vraag. En ik ga een heel aantal reisverhalen vertellen, ervaringen die ik heb meegemaakt, om mijn vrouw eigenlijk een beetje te demotiveren om op reis te gaan. Want ik zou liever eens een jaar thuis blijven. U kent Hoogebuur misschien van de onderbroekenlol van Foute Vrienden. Maar in Man van de Wereld laat hij een heel andere kant zien. Dat was mijn allereerste reis die ik ooit gemaakt heb. Dat was samen met Els Bomme en ik mocht mee naar Frankrijk. En ik dacht Frankrijk, ik zeg, oh, dat zijn wijngaarden, kastelen, musea, Nice, Saint-Tropez, schoon vrouwen. Maar ik mocht mee met de Bomma en de KVLV naar Lourdes. Durf soms wel eens zeggen van ja, dat is de koning van dagdagelijks of zo. En dat klinkt dan wat dagdagelijks, klinkt wat, zouden kunnen zeggen, klinkt wat negatief, maar dat is net zo straf. En ons Bomma die wou altijd van voor zitten. Hè? Waarom wou die van voor zitten met hem? Om eerst aan te komen in Lourdes. Hè? Dat was belangrijk voor haar. Ja? En in terugkomen zat ze dan altijd van achter. Om tot les dan in door te kunnen blijven, een beetje volgen. Hè. Heel deze voorstelling lang zat hem op zijn oprit klaar om te vertrekken op vakantie. En wat er allemaal door je kop gaat op het moment vlak voordat je vertrekt. Nou, dat zijn geen hooggestemde gedachten. Maar eigenlijk stilletjes om er echt op te focussen, op door te gaan, ja, wordt dat eigenlijk echt poëzie. Hè. Eigenlijk vertel ik reisverhalen die we ons allemaal wel kunnen herinneren. Zo met de grootouders naar de zee meegaan, naar de Efteling. Het Sprookjesbos, zo'n kroketje uit de muur halen. De laatste keer bijna verongelukt. Ik was op een bank in slaap gevallen. En er hadden wat kleine mannen papier in mijn mond gestoken. Zo brengt Man van de Wereld gezellige humor met af en toe een scherp randje. Het is een comedy show met heel wat onverwachte wendingen. Zelfs een serieus stukje. Want zo probeer ik mij toch een klein beetje te onderscheiden van mijn collega's door het verhaal ook mee te laten primeren. En ook voor de lach en de traan te gaan zelfs. Ja, het verhaal is heel belangrijk. Dus het verhaal is... was er eerst. Dat was de prioriteit. En dan zijn de grappen eraan toegevoegd. Dus dat vind ik heel belangrijk. En zelfs om een keertje op de emotie te spelen. Dus ik ga proberen ervoor te zorgen dat er zelfs in de zaal misschien wel iemand zijn zakdoek neemt. Niet omdat hem verkouden is, maar omdat hem geëmotioneerd is. Maar uiteindelijk eindigen we wel met de lach. Iedereen moet goedgezind en blij naar huis gaan. Die missie lijkt alvast geslaagd. De zaal ligt al na enkele minuten plat van het lachen. En dat blijft zo bijna anderhalf uur lang. Als alles goed gaat, zal de komiek nog enkele jaren rondtoeren met deze nieuwe voorstelling. Ja, veiligheid is ook belangrijk in een auto. Dus we hebben ook airbags, zo zijdelingse airbags. En voor de bestuurder en de passagier. En we hebben ook een ding, zo'n boelbaar van voor. Omdat wij wonen in een speelstraat. Je hebt een zwarte auto, ziet alles. Hè. Dus,